in paniek, want ik dacht ik wil helemaal geen kip. Ja, en nu krijg je een kip. Ja, wat wil je nu doen dan? Is zo leuk. Als ik zeg around. Meneertje koekpeertje, ik wil mijn patatjes. Hey, lerende planten. Er is een 2 april grap met mij uitgehaald. Het is niet eens 1 april meer. Met rust. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe maandvlog. Oh nee. Jullie hebben gisteren al wat gezien natuurlijk. Tenminste. Dat moet ik nog wel even inleiden. Oké. Gisteren was de opening van de Leeuwsnacks in Zeewolde. En daar was Jody Bernal. En daar was ik. En Dikkie Dik. En nu komt daar de video van. Weer hetzelfde lied. Het duikt ons op hetzelfde neer in hetzelfde beat. Oh, houden verder voor een loop verdriet. Flikken zijn allemaal, maar dat moeten ze niet verstikken. Tralen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Komt-ie, het duurt te lang. Zijn er al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Je vertelt elkaar altijd alles. En he's back. Dat is Jodie. Bekend van de verjaardag. Ik heb met Jodie heel veel. Hij is een alles kunnen. Wat hij ook doet. Of hij nou aan het zingen gaat. Of aan het DJ. Ik moet een applaus horen. Jodie! Zo fijn, mag jij eigenlijk ook opeten? Ja, dank je. Yes! Jules, laat even zien. Ik ben heel erg ingezoomd. Wacht. I shook at this. Ja, maar ik heb ook taart. Ben ik. Oh, ik ben weer ingezoomd. Ik zoom de hele tijd in. Kano. Maar je weet waar de knopje zit. Je moet wel op jezelf knopje. Oh ja, nee, die wil ik maar meer van wil je pakken. Mijn haar is helemaal omlaag. Hey. Zo kut als je helemaal onder de ketchup zit, jongen. Ik heb mijn eigen hoofd. Waarom heb je ketchup gekozen? Het is lekker ketchup. Huh? Ja. Nou, dat was leuk. In ieder geval wil ik dus vertellen dat ik net in de maling ben genomen door Daan. Mijn manager. Want ik kreeg een mailtje van pakketje.nl. Wat ook helemaal niet bestaat. Dat ik een deal had. Of in ieder geval dat er een kip bezorgd zou worden. En hij belt me op en hij zegt. Ja, ik heb ze net even gebeld. En je hebt een deal gesloten met adopteringkip.nl. Dus ik zeg. Nee, heb ik helemaal niet gedaan. En hij zo. Jawel, dat heb je wel gedaan. Want dat zeggen zij. Ja, en nu krijg je een kip. Ja, wat wil je nu doen dan? Ik heb het even opgenomen voor jullie. Ik vond het niet zo leuk. Tenminste, ik raakte vooral in paniek en ik ging twijfelen aan mezelf. Kijk maar even mee. Ja, maar ze liegen gewoon. Dat kan toch niet, want die bezorger is langs geweest. Er is geen bel gegaan. Ja, omdat je thuis was. Ik ben al de hele dag thuis. Je was in Harderwijk. Oh ja, heel eventjes dan. Ja, maar zijn ze natuurlijk net geweest. Ja. Nee, dit is echt sowieso niet waar. Ja. Ik weet ook niet, maar ik heb ja, die mail gekregen, dus ik heb meteen maar gebeld. Ik denk, ja, een beetje raar, en hoe zei ze dat? Dus, ja, ja.
Maar dan kan je toch zeggen tegen hun dat ik helemaal geen deal met ze heb gesloten? Ja, maar dat weet ik niet. Zij zeggen dat jij die hebt gesloten, dus ja. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Dan moet je op vertrouwen. Dit is echt niet leuk. Ja, ik weet ook niet. Dan heb jij een kip. Nee, ik wil geen kip. Ik wil geen kip. Ja, dat weet ik ook niet. Ik wil geen kip. Hoe? Ja. Dit is echt een grapje. Nee, ja, nee, ik maak geen grapjes, maar ik kom mijn mailtje anders vandaan. Ja, nee, ik ook niet. Ik wil ze zelf ook wel even bellen. Ja, dat zou ik even doen. Dan moet je bellen, dan moet je even vragen naar Jos de Haan, die gaat erover. Dit is echt niet grappig. Jos de Haan. Ik zit zo keihard in de zijkant. Jij bent echt niet grappig. Jij hebt mij uitlachen met die grap van Juliette, ik jou terugpakken. Nou. Ik wist het, ik was helemaal... Ik dacht, dan waren we zo serieus. Jij zat ook gewoon heel boos. Nee, nou, jij hebt het wel gedaan. En nu hebben we een kip. Ja, een kip, dan los je het maar op. Het was een grapje. Niet grappig. Ach, ach. Ik wist dat toevallig die site bestond. Want dat heb ik toevallig ook ooit een keer met iemand doorgehaald. Dan kun je inderdaad een kip adopteren voor €1 per maand. En dan kun je dan op de webcam volgen. En dan krijg je iedere maand een doos eieren. Dat is best wel leuk. Oh, moet kijken of ze serieus interesse hebben. Nee, dat niet. De samenwerking met adopterenkip.nl. Het mooiste verhaal is dus ook dat je gewoon serieus aan jezelf begon te twijfelen. Wanneer heb je het dan gedaan? Dat is echt niet grappig. En ik raakte in paniek, want ik dacht, ik wil helemaal geen kip. Goedemorgen. Ik wil jullie wat vertellen. Ik heb bij mijn vorige vlog staat een hashtag backstage. In plaats van een maandvlog. Dit heeft een reden. Ik heb besloten om het geen maandvlog te noemen, maar backstage. Want eigenlijk laat ik gewoon een backstage kijkje in mijn leven zien. En ik vond het leuk om backstage te noemen, omdat ik natuurlijk ook zangeres ben. En wow, ik zeg dat nou heel snel over mezelf. Dat vind ik altijd zo gek. Hoi, ik ben zangeres. Ik heb altijd het idee dat je dat pas bent als je gekke Adele bent ofzo. Dat wil ik even zeggen, dat de reden had. Het leek me een veel leukere titel dan vlog, want die ben je vlogt. En ja, ik wil niet zeggen dat mijn vlogs bijzonderder zijn dan de rest. Maar het heeft een soort van extra dimensie, omdat ik dus ook zing. Ja. En nu wil ik het toch over hebben. Ik ga een vlog opnemen. Een cover. Van Don't Call Me Up van Mabel. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is without you boy I'm stronger. Oké, ik heb de cover naar Daan toegestuurd, want ik had hem bijna af. Maar die is het er niet mee eens. Tenminste, hij heeft hetzelfde ding als ik. We vinden hem allebei niet goed genoeg. Dus we hebben nu een nieuw nummer uitgezocht. En die heet Issues, dus die gaan we, daar die ga ik nu opnemen. Jullie kennen het nummer denk ik allemaal wel. Dus ja, nu wordt het Issues. Eindelijk klaar met mijn cover. Jullie zien hem, hij staat als goed zo online. Ik moet echt leren dat ik met nat haar geen knot in moet doen. Godverdomme. Haat ik echt heel erg, want ik wil gewoon morgen een video opnemen waar ik er zeg maar groen en goed uit moet zien. Nou ja, we zien het allemaal wel. Ja? Wat? Goedemiddag, morgen. Ik heb net de cover opgenomen en het even, ik dacht... Omdat ik mijn vlogs backstage noem, is het wel grappig om het even te laten zien. Hier staat altijd mijn lamp. Eigenlijk doe ik altijd mijn raam helemaal dicht. Hier staat mijn stoel, hier staat mijn statief. En dit achtergrond is een dekbed. En ik heb het hiermee vastgeplakt. Dus die gaan we nu afhalen. Alles opruimen. Ik ga ook even mijn kamer opruimen. Want mijn manager zei, een opgeruimde kamer is een opgeruimd hoofd.
zeg maar. En aangezien ik altijd nogal chaotisch ben in mijn hoofd, lijkt me dat handig. Ik ga ook mijn make-up eraf halen. Het is niet heel goed gelukt, maar voor zo'n video zie je dat meestal toch niet heel erg. Ja. En ik heb een beetje uitslag op mijn gezicht. Ik had gisteren ook al uitslag van een maskertje. Ik vind deze lipkleur wel altijd leuk bij mij. Dat wil ik niet zeggen, maar ik had gisteren uitslag van een maskertje. En nu heb ik gewoon beeldjes hier, dus ik ga zo ook even lekker make-up eraf halen. En ik ga mijn kamer opruimen. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb vandaag weer rijles over 10 minuutjes. Nou, gaan we nog een keertje derde afslag eraf. Erop kan. Ja, je kan erop. Pak je weer de binnenste rijstrook. Dan kom je met je neusje weer bij de tweede. Ga je rechts controleren. Richting naar rechts geven. En sturen naar rechts. En weer gas erop. Dan ga ik weer de nacontrole. Nou, voor je die gaan? Wel, oké. Goed te volgen? Ja. Ja? Het is belangrijk dat je, als je dus met je voorkant bij die tweede afslag komt, dat je eerst gaat kijken wat rechts van jou speelt. Ja. Dan je richting aanzetten en dan ga ik aansturen. Nou, nog een keer, mag je nog een keertje keren. Karton, of je erop kan. Nou, je knip ligt aan, dus jij kan erop. Lekker, hè? Goedemiddag, het is vandaag dinsdag en ik heb deze auto staan. Ik ben uitgenodigd voor de lancering van Ideal of Sweden en ik ga er zo meteen heen. Ik mocht een vriendin meenemen, dus ik neem Lisanne mee. Geen idee of jullie het al eens hebben gezien in de vlogs. Dit is mijn tasje die ik erbij doe, dus ik ben helemaal in. Een soort thema met goud en wit en bruin. Bruin en wit bedoel ik eigenlijk sowieso, niet goud. Ja. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar voor, dus ik ga zo naar de bus. En dan gaan we. Ik denk dat ik ook wel alles nu bij me heb. Ik zit even te twijfelen, maar ik denk het wel moet goed komen. We zijn aangekomen bij Ideal of Sweden. En de boot gaat al. Super leuk dat ik hier mag zingen vandaag voor jullie. Ik ben Fleun, dit is mijn gitarist Mark. En ik wil eigenlijk een kruk pakken, maar ik ga denk ik gewoon staan. Anders dan ga ik dadelijk alle kanten op. Just lay down, turn my side. Do you feel my heat on your skin? Take control. We zijn nu al zeg maar een paar uur op de boot. We gaan er bijna af. Chillen. We hebben net even zonnen. Het is zo leuk. Ik vind het zo gezellig. Het is echt leuk. En super lekker weer. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik heb vandaag studio sessie, want we gaan schrijven voor een nieuwe nummer. So that's really nice. Ik heb mijn spullen alvast gepakt. Mijn tas, mijn laptop voor de zekerheid en hoodie. Het is namelijk wel warm en ik word gebracht en teruggebracht. Opgehaald en teruggebracht. Maar ik dacht, doe toch even een lekker truitje aan. Dus ja, ik heb vandaag haarband in. Vind ik wel chill. T-shirtje, flarebroek of course en mijn mics. En ik denk dat Daan zo komt. Alleen voor zijn doen is die nogal laat. Hij komt altijd veel te vroeg, dus daarom had ik net super paniekerig mijn lunch gegeten. But now I'm waiting and doing nothing. Doei.
in nou? Of is kwijt? Dat was wel een goede teken. Ja, ik moet toch vloggen? Nou, die was vals. Ben jij hier aan het doen? Nou, ik zit hier gewoon. Oh, we zitten bij de McDonald's. Wat letterlijk op dit. Zo lekker. Wat hebben we net gedaan? Nou. Plaatje opgenomen, hè? Gaan we zo afkomen. Oh ja, dat is af. Toch? Nou, ja. Ik weet niet of je bent afgezongen. Op de i gezet worden. Op de wat? De puntjes op de i. Ja. Ja. En ben je tevreden? Ja. Ik wil nog wat zeggen. Oh ja, we hadden de hele... de hele dag al zin in een Mac, dus... Here we are. Eindelijk. Nog eens. Goedemorgen, middag. Wij zijn in de Efteling. Het is morgen. Oké, okay, bij de hand. We zijn in de Efteling met Stefan en Gijs en Lisanne. En ik ga vandaag de hele dag een beetje filmen voor jullie. Zo, we zijn net in de Baron geweest. Wat vonden we van de Baron? Ik vond het wel leuk. Ja, het was heel leuk. Ja, het was leuk. Soepa. Stef, wat vond je van de Baron de eerste keer? Fucking leuk. Ah, het is echt leuk, hè? Echt heel nice. Ik kan alleen niet vloggen in de achtbanen, denk ik. Ja, in de Fata Morgana wel en zo. Maar dat is geen achtbaan. Gaan we door. We gaan in de Fata Morgana. Fijn dat je het even ziet. Hoppa! Hoppa! Maar je was al aan het filmen. Weet je waar het lijkt op jouw camera? Alsof ik heel wit ben en dit de hele tijd. Zie je? Dat ben ik wel. Nee, dat ga ik eentje af weer te kijken. Oké. Doe dat maar niet in de klas. In de Fata Morgana? Nee, waar gaan we in? In de... Vliegende? Vliegende waar? Vliegende Hollander. Hilarisch. Hilarisch. Wil je niet even dat je tegen me aanstaan? Hier kan ik ook niet even filmen volgens mij. Nee, want je wordt nat. Oei, oei, oei. Gaan we in de droomvlucht filmen? Ja. Vinden jullie vast allemaal heel leuk? En de pannenkoeken die we gaan eten. Beetje honger. We zijn net in de Joris en de Draak geweest en in de Vliegende Hollander. En nu gaan we even eten zoeken. Hier heb je die app. En dan kan je precies zien waar je bent en waar je heen moet. Dus wij gaan naar Polle's keuken en dan gaan we pannenkoeken eten. Super lekker. Oh, mijn staart gaat echt heen en weer. Dus daar gaan we nu even heen. Super leuk. En het is super lekker weer. Ik zie dat ding alweer. Alles is super. We zitten nu bij Polle's keuken. Dankjewel. Thanks. En ik heb samen met Lies een pannenkoek met rucola, zalm en roomkaas. Ik heb pizza. Ja, jij hebt pizza. En we doen een kaas, spek, ui pannenkoek. Heerlijk. Dus ja, heerlijk, heerlijk. Even kijken. Ik heb hier dus heel vaak pijn. Nee, yes. Wel verkeerd, schat. Oh, dit is lekker. Ja, ik denk dat ik kiwi krijg. Ik vind ze lekker. Oh, jij gaat het dan maar even organiseren? In mijn huis. Zeker. Zeker. Oh, die zijn heel goed. Tering. Waarom zei je dat? Ze naar binnen leggen. Waarom zei je dat? Ik wilde laten zien hoe goed ze gepoleerd waren. Jammer. Oh, niet allemaal kijken, dat is zielig. Wat vind je van je dag? Superleuk. Dus dat is je enige vraag. Doe een Q&A. Ja, doe een Q&A. Wat vind je de allerleukste attractie van de Efteling? Waarom? Sorry. Wat vind je de allerstomste attractie van de Efteling? Stomste? Efteling heeft helemaal geen stomme.
weet het niet. Ik denk... De 3D natuurfilm. Ik ben er niet heen geweest. Maar lijkt me gewoon niet heel avontuurlijk. Oké. Maar als je houdt van natuur, dan moet je het gewoon doen. Natuurlijk. Natuurlijk. Ben je een natuurvriend? Ja, heel erg. Ja? Stem je ook op natuur? Links. Partij van de dieren. Partij van de dieren. Ja. Natuur. Ik wil eten. Op natuur. Op natuur. Op natuur. Oeh, lekker, lekker, lekker. We gaan nog een keer in die Joris en de Draak. Want op de app staat dat er maar 15 minuten wachttijd is. Niet leuk, jongens? Jawel. In het Sprookjesbos. Oh, dat gaat omhoog. Nou, we zitten in de auto. Auto. En auto. Het was leuk! Jongen. Tijd van mijn leven! Ik word zo moe van jou. Echt leuk. Top. Nee, we zijn onderweg. We hebben even wat gegeten bij de Mac. En het was echt heel leuk. Ik ben wel een beetje moe. Maar ja. Ik ben eigenlijk wel overal in geweest waar we in wilden. En twee keer Joris en de Draak. Oh nee, jij wilde nog in de Piranha. Ja. Wat lieg je? Sorry. We zijn wel in de Sprookjesbos geweest en in de Droomvlucht. So it was very, very, very nice. Thanks, Efteling. Thank you.
at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Elches and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tiger with cuffs and a strings. Run my own checks like I write what I sing. My wrist stop watching, my neck is fuzzy. Make big deposits, my gloss is popping. You like my hair? She thinks, just bought it. I see it, I like it, I want it. Patatjes. Ja, en mijn burger. Die moeten jullie niet vergeten, want ik heb honger. Ja. Fucking hell, man. Er komt iemand! Ja! Ja? Ja! Oh, verkeerde kantje. Verkeerde kantje. I don't know if you can tell, but I'm a vegan. I'm a vegan. Hey, lerende planten. Hey! Oh. Hey, daar is hij, daar is hij, daar is hij! Kijk, 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 kijk! Kijk, kijk, kijk! Serieus? Ja, ja, hieronder! Nee, ja, ik zie niks.